een hele goede avond en welkom weer bij een nieuw filmpje van Silhouette in Rotterdam. De winkel met de meeste hoge hakken per vierkante meter. Hey, en vandaag ga ik jullie meenemen naar ons externe magazijn. Want, je ziet het, ik sta hier met mijn jas aan en mijn sjaal om. En de winkel is nu gesloten. Achter mij, rolluik is dicht zoals je ziet. En de werkdag zit er in de winkel, zit hij erop. Maar dan denk je natuurlijk, als om 17:30 die winkel dicht gaat, dan gaat die San lekker naar huis en die doet lekker de beentjes op de bank. En dan is het klaar. Maar dat valt even tegen, want ik ga nu nog een vrachtje spulletjes ga ik brengen naar onze opslag. Want zoals jullie natuurlijk weten, kijk, hebben we al die nieuwe dingen binnengekregen van de week. Overal staan natuurlijk die dozen in de winkel, zoals je kan zien. En die gaan naar onze externe opslag. En die hebben we op een andere locatie. En de spulletjes die in de winkel staan, in principe staan alle modellen in de zaak. En van alle maten zijn er 1 of 2 hier in mijn magazijn. Dus als jij hier komt passen, dan loop ik naar achter en dan pak ik jouw maat uit het vak. Maar soms heb je wel eens series en dan heb je meerdere maten nog over in een doos. Een soort extra. Dan heb je bijvoorbeeld 3 of 4 of 5 of misschien nog wel meer in eenzelfde maat. En als ik die allemaal hier in mijn magazijn ga zetten, ja, dan kan ik helemaal niet meer lopen. Dus die staan in ons externe magazijn. En daar ga ik je een kijkje geven. En dan ga je even lekker met me mee. Ga je even kijken hoe dat daarbij staat. Yes? Tot zo! Zo, nou, we zijn aangekomen bij onze externe opslag. En ik ga even een karretje halen. Een kar om zeg maar alle pakkartons in te zetten. Zodat ik niet elke keer doosje voor doosje hoef te slepen. Nou, lange gang. En dat is echt een opslag. En nou ja, daar neem ik je even mee. En dan ga ik even de sleutel in het slot doen. En dan heb je even een kijkje in de keuken van de opslag van Silhouette. Even kijken. Ken je dat? 500 sleutels in je sleutelbos. Ik kan nooit de goede vinden. Dat is het ook altijd, hè? Even kijken. Dit zou moeten zijn. Yes. Zo. Het is helemaal warm, heerlijk. Natuurlijk, liggie. Alles beveiligd natuurlijk, hè. Ja, verzekering wil ook wat, zeggen we dan. Nou, en dan zeg ik, kijk, welkom in de opslag van Silhouette. Oké, overal staan schoenen en laarzen. En dat bestaat uit 2 delen. Het is de gedeelte waar ik nu, zeg maar, sta. Daar sorteren we, kijk, alle nieuwe vracht. Al die zwarte doosjes hier zo. Dat zijn alle Visano's. Die we een tijdje geleden binnen hebben gekregen. Als we het even zo doen. Zie je het? Die hebben we een tijdje geleden binnen gekregen. Nou, die zijn we hier. Die zetten we hier neer. En dan gaan we ze sorteren. Want ja, als ik natuurlijk alles in van die grote dozen zet. Oh, wordt even donker. Dan kan je natuurlijk nooit meer wat terugvinden. Kijk, nog een lichtje. En het gedeelte waar ik nu sta. Kijk, er zijn allemaal stellages aan de zijkanten. Zie je het? Het zijn allemaal dozen. En daar staan al die schoenen. Die we ook in de winkel hebben. Er staan hier dus de extra paardjes. Die staan in de opslag. En die staan allemaal op nummertje. Want al die artikeltjes bij ons hebben een nummer. Dan zetten we de rode bij de rode. De witte bij de witte. De zwarte bij de zwarte. En dan kunnen we alles makkelijk vinden. Want je denkt natuurlijk dat er zoveel schoenen staan. Dat je nooit meer wat terug kan vinden. Nou, dat valt mee. Gelukkig hebben ze allemaal een unieke codering. Dus dat maakt het leven wel een stukje makkelijker. En nou, ik ga het eventjes mijn rammelende karretje pakken. Mijn kijk, mijn container. Dat is mijn steun en toeverlaat, mijn container hier voor grote zendingen. Zo'n echt zo'n supermarktcontainer zie je hem. En nou, die ga ik even meenemen en dan ga ik mijn auto even uitladen. En dan wens ik jullie in ieder geval nog een hele fijne dag.